Wat dat betreft geen sprake meer zoals deze zomer van een crisis tussen de linkse president Mitterrand en het rechtse kabinet Chirac. De zaak is per wet geregeld nadat Mitterrand eerst had geweigerd om voor de privatiseringen te tekenen. Dat met 3 bedrijven op de 60 aan het einde van het jaar wordt begonnen, toont aan dat de regering de zaak niet wil overhaasten. Het hele privatiseringsprogramma zou moeten worden uitgesmeerd over 5 jaar, als de rechtse coalitie tenminste al die tijd aan de macht blijft, want in 88 zijn er weer presidentsverkiezingen. Een aantal bedrijven wordt vanwege hun symboolfunctie niet geprivatiseerd. Dat geldt niet alleen voor nutsbedrijven als de spoorwegen en het gas- en elektriciteitsbedrijf, maar ook voor de automobielgigant Renault. De Parijse beurs heeft met enthousiasme gereageerd op de mededelingen van minister Balladur. Vooral ook omdat de bewindsman de privatiseringen wil gebruiken om de gewone spaarders in grote getalen de weg te wijzen naar de beurs. Door ze te bevoordelen bij de aankoop van de op de geldmarkt te brengen aandelen van de voormalige staatsbedrijven. Er zijn geen tips of aanwijzingen meer om dit meisje te vinden. Het recherchebijstandteam in Velzen is ontbonden. Het team heeft 900 tips nagetrokken, maar geen enkele aanwijzing had resultaat. Dit is de 7-jarige Cheryl Morien. 5 weken geleden is ze in deze straat in IJmuiden spoorloos verdwenen. Aanvankelijk zou ze nog gezien zijn in de duinen bij Beverwijk. Verschillende getuigen hebben dat tegenover de politie verklaard. Ook bewoners van een camping in diezelfde duinen meenden haar gezien te hebben, maar ook dat bleek onjuist. Verklaringen dat ze in een groene bestelauto van het merk Lada zou zijn ontvoerd, was voor het rechercheteam aanleiding alle bezitters van een dergelijke auto na te trekken, maar ook daar kwam niets uit. En dat ze in het Omniversum in Den Haag zou zijn gezien, in het gezelschap van 2 mannen, was ook al een onbruikbare tip. We hebben bijstand gehad van het recherchebijstandsteam, omdat direct na de ontvoering het aantal werkzaamheden dermate groot was dat wij dat met de eigen politiemensen niet aankonden. Het aantal werkzaamheden wat in de opsporing nu nog verricht moet worden, kunnen we met eigen mankracht aan. Het onderzoek gaat dus gewoon nog wel door. U hebt 2 compositiefoto's verspreid van mensen die eventueel de ontvoerders kunnen zijn. Ja, er zijn 2 compositiefoto's verspreid plus een signalement van 2 mannen. Nog het signalement, nog de foto's hebben tot enige concrete aanwijzing geleid. Zodat ik bang ben dat op dat punt het onderzoek op een doodspoor is gekomen. 2 zware straffen in heroïnezaken. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde een man tot de maximumgevangenisstraf van 16 jaar voor het binnensmokkelen van heroïne. Hij heeft in de loop der jaren zeker 200 kilo zuivere heroïne op de Nederlandse markt gebracht met een straatwaarde van 40 miljoen gulden. Een heroïnecourierster werd veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf. Zij heeft in ons land minstens 174 kilo heroïne ingevoerd. Grote wereldhavens als Rotterdam worden steeds drukker en dus wordt het varen met het jaar ingewikkelder. Het probleem is niet alleen de drukte, maar ook de veelheid aan aanlooproutes en speciale vaargeulen. Loodsen en gezagvoerders kunnen de problemen nog wel aan, maar er is behoefte aan extra informatie voor een totaalbeeld van het havenverkeer. Die informatie komt van speciaal opgeleide mensen die vanuit verkeerstorens het havenverkeer begeleiden. Voor de opleiding van verkeersregelaars is nu, ver van het water op de Veluwe, bij het Maritiem Instituut Marin, een verkeersnabootser ontwikkeld. Met het apparaat kunnen verkeersregelaars worden opgeleid voor vrijwel alle grote havens in de wereld. Er is al flinke buitenlandse belangstelling voor deze Nederlandse vinding. De heer Husum was nauw betrokken bij de ontwikkeling. Dit apparaat is in staat het scheepvaartverkeer in al zijn facetten na te bootsen, ten behoeve van de opleiding van mensen die de scheepvaart vanaf de wal moeten begeleiden, door middel van het geven van aanvullende informatie aan loodsen en gezagvoerders. Alles natuurlijk ten behoeve van de veiligheid van de scheepvaart. Vanuit deze instructieruimte is het instructeursteam in staat allerlei situaties op te roepen, zowel routinematige situaties als situaties waarvan wij hopen dat zij zeldzaam of nooit zullen voorkomen. De leerlingen moeten van achter hun schermen deze voorgeschoten problemen zien op te lossen. Het apparaat stelt ons in staat de trainingstijd van de leerlingen van 1,5 jaar terug te brengen naar 20 weken. Het heeft ons
4 jaar ontwikkeling gekost en het is volstrekt uniek in de wereld. Minister Smit van Verkeer en Waterstaat stelde de verkeersnabootster voor de scheepvaart vanochtend in gebruik in Wageningen. Dan vlak voor het weer nog een teleurstellend bericht voor Engelse voetbalclubs. Het bestuur van de Europese Voetbalunie heeft namelijk besloten dat Engelse clubs voorlopig blijven uitgesloten van de Europese bekertoernooien. De excessen met Engelse supporters op de veerboot naar Hoek van Holland hebben bij dit besluit zeker een rol gespeeld. De straf werd uitgesproken na het hijseldrama van mei 85, waarbij 39 supporters om het leven kwamen. De weersverwachting van het KNMI. De middagtemperaturen waren ongeveer 15 graden bij zonnige perioden en weinig wind. In een groot deel van West-Europa was het vrij zonnig, maar fris weer. In grote delen van Frankrijk en het Alpengebied lagen de middagtemperaturen nog boven de 20 graden. Vooral in Spanje en Portugal was veel bewolking, waaruit plaatselijk buien vielen. De bewolking bij Bretagne hangt samen met een storing die naar het oosten koerst. Vannacht kan het plaatselijk dicht bij de grond licht vriezen. Morgen zijn er zonnige perioden, maar van het zuiden uit neemt de bewolking geleidelijk toe en morgenmiddag kan in het zuiden van het land wat lichte regen vallen. De middagtemperatuur is ongeveer 16 graden. Van zaterdag tot en met dinsdag verwacht het KNMI een veranderlijke bewolking met af en toe een bui. De nachten worden minder koud en overdag loopt de temperatuur op tot rond de 20 graden. Einde van deze journaaluitzending. Dames en heren, goedenavond.